De chauffeur van een vrachtwagen van de Spar dacht vrijdagochtend tijd te besparen door vanaf Gouten binnendoor via de Werkeersterdiek naar Weergeer te rijden. Halverwege kwam de vrachtwagencombinatie echter vast te zitten onder een viaduct. Vermoedelijk merkte de bestuurder dat het bord op de hoogte van het viaduct stond aangegeven te laat op. De truck paste er onderdoor, maar de trailer kwam halverwege nieuw vast te zitten. De bovenkant van de trailer raakte zwaar beschadigd. De combinatie was geladen met ongeveer 10 ton aan levensmiddelen. Wat nog gedacht kan worden is niet bekend. Het verkeer op de Woordwei ondervond geen hinder. De weg eronderdoor was gedurende de berging afgesloten.